Dagelijks rijden er over onze snelwegen talloze vrachtwagens met transporten. Op weg naar de meest uiteenlopende bestemmingen. Heel soms gaat het mis. De A20 richting Hoek van Holland blijft tot na de avondspits dicht. Als gevolg van het ernstige verkeersongeluk vanmorgen. Heb je er volledig uitgebrand? Weet u wat er in die tank zat? Nee, dat ik precies weet wat erin zit, dat weet ik niet. Bij een incident is het cruciaal om tenminste twee dingen te weten. De exacte locatie, maar ook wat de lading is van de vrachtwagen. Hulpdiensten kunnen dan de juiste maatregelen nemen. Omdat in noodsituaties elke seconde telt, is het project eCall voor vrachtwagens in het leven geroepen. Met behulp van een ingebouwde eCall unit kan er direct contact worden gelegd met de hulpdiensten. Via het eCall device ontvangen de hulpdiensten tevens informatie over de lading en de locatie. Door een kleine aanpassing aan de bestaande automatisering zijn er geen extra handelingen bij de vervoerder nodig. Nadat een vervoerder een order heeft aangenomen, wordt deze ingevoerd in het fleet management systeem. Vervolgens wordt de order doorgezonden naar de vrachtwagen. De order komt dan binnen op de boordcomputer. De vrachtwagenchauffeur laat vervolgens de opgegeven lading in de vrachtwagen. Als de order door de chauffeur op de boordcomputer is bevestigd, kan de vracht naar de plaats van bestemming worden gebracht. Ik bel nog even over die meeting van 12 uur. Ga ik gewoon even mijn agenda pakken hier. Shit. Politie meldkamer. Ik ontvang een e-call-melding van een tankwagen met zoutzuur op de A15 bij Portland. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik sta in de file en deze zojuist zijn achterop geklapt. Oké. Okay. Zijn daar gewonden bij gevallen? Zo te zien niet. De bestuurder is uitgestapt. Maar er komt wel een hoop rook uit de auto. En de tankwagen, is die aan het lekken? Ik denk het wel. Goed. Wat u moet gaan doen is uitstappen, bovenwinds blijven. En dan gaan wij de brandweer sturen om u te helpen daar. Wanneer in het geval van een incident de sensoren van het eCall device worden getriggerd, wordt de meldkamer automatisch gewaarschuwd. Dankzij eCall is het voor de meldkamer direct duidelijk waar het incident heeft plaatsgevonden en welke gevaarlijke stoffen de vrachtwagen vervoert. De juiste protocollen kunnen dan meteen in werking worden gesteld. De meldkamer informeert direct de desbetreffende verkeerscentrale. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is het van vitaal belang dat de omgeving razendsnel op de juiste manier wordt veiliggesteld. De tankwagen lekt waarschijnlijk zoutzuur. Politie en brandweer zijn onderweg. En als je daar te plaatsen bent, hoor ik het wel. Een ander voordeel van eCall is dat ook de bergingsdiensten nog sneller alle relevante gegevens ontvangen, waardoor verkeershinder tot een minimum wordt beperkt. eCall voor vrachtwagens is een uitbreiding van het eCall-project voor personenvervoer. Vanaf 2015 wordt elke nieuwe personenauto uitgerust met een eCall-device. eCall voor vrachtwagens bouwt voort op dezelfde technologie en geeft naast incidentlocatie ook de aard en het gewicht van de lading weer, zodat er sneller en efficiënter op incidenten kan worden gereageerd. Met eCall voor vrachtwagens investeren wij in een veilige toekomst. Voor onszelf en onze omgeving. En dat blijven we onverminderd doen. Omdat bij incidenten elke seconde telt.